Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen. Ik ga even een lesje tussendoor doen. Stel je voor, je bent bezig en je hebt heel veel dingen heb je gemaakt. En in één keer wil je hier een nieuwe laag maken. En dan begint die te reageren. Of je wilt hier bij de bewustdoel wil je een lijn zetten, zo. En dan komt die lijn niet tevoorschijn en een paar seconden later zie je één keer die lijn. Dan heb je met een vertraging te maken. En die vertraging, dat is een soort catchgeheugen, zeg maar. Die raakt vol. En waardoor je Photoshop eigenlijk gewoon trager begint te worden. Nou, en hoe kun je dit nou oplossen? Nou, ik doe even Ctrl-Alt-Z. Dan ga je hier gewoon heel simpel hierboven naar Edit. En dan kies je voor deze. En dan kies je voor All. En als je daarop klikt, krijg je een venster te zien. Of je dat zeker wilt, zeg je natuurlijk ja. Maar links onderin die venster heb je een vierkantje die je kunt aanvinken. En als je dat doet, dan zie je nooit meer dat venster tevoorschijn komen. Nou, ik heb hem aangevinkt, dus ik zie hem ook niet meer. Dus ik klik gewoon op All. En dan heeft hij alle geheugen, zeg maar, heeft hij leeg gemaakt in Photoshop. En als je dan daarna gewoon een kleurtje maakt, zal die gelijk reageren. En als je dan naar de selectietool gaat en je doet dit, dan gaat die gelijk reageren. En dan is je Photoshop weer hersteld. Dus heb je gewoon een probleem dat die gewoon in één keer heel traag gaat worden, dan moet je dat gewoon even opschonen.